The Netherlands is one of the few countries of the OECD that has started to deal with a shrinkage. Even in the official documents, you can track a few years back already shrinking cities and policies to address in shrinking cities. So the awareness at the level of the stakeholders is already there. De drie regio's zijn uitgezocht omdat dit de krimpregio's van Nederland zijn, waar al sinds een jaar of 10 echt bevolkingsafname plaatsvindt, althans in delen van de betrokken provincies, dus Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg. De OECD-missie is juist naar deze gebieden toegekomen omdat hier veel beleidsaanbevelingen op het gebied van demografische transitie te maken zijn. Drie krimpregio's. Enerzijds hebben ze natuurlijk een heleboel overeenkomsten in demografische ontwikkelingen waarmee ze geconfronteerd worden. Ze hebben allemaal te maken met een dalende potentiële beroepsbevolking en je ziet dat ze daar op verschillende manieren mee omgaan. In sommige gebieden accepteren ze de krimp en proberen ze daarop te anticiperen en hun beleid op aan te passen. En in andere gebieden zijn ze nog wat meer bezig met het bestrijden van de demografische krimp en proberen mensen aan te trekken waardoor de krimp minder wordt bijvoorbeeld. Het is een interessante vraag om te kijken naar de demografische ontwikkelingen in relatie tot de arbeidsmarkt voor de provincies Groningen en Drenthe. Want als we denken dat in deze regio er sprake is van bevolkingsafname, dan valt dat eigenlijk wel mee. Omdat in het centrale gedeelte van de twee provincies, het gebied Groningen-Assen, daar is geen sprake van dat de bevolking gaat dalen. Nee, de bevolkingsdaling zit juist aan de randen in de gebieden langs de Duitse grens en langs het Waddengebied. En dat probleem komt omdat met name degenen die hoger opleidingen willen volgen. Die migreren vanuit de buitengebieden naar de centrale gebieden. En dat betekent dat er in de gebieden aan de rand van deze provincies, daar blijven al mensen over met een lage opleiding die immobiel zijn en die vaak ook ouder zijn. Ja, wat je dus ziet dat er minder kinderen geboren worden en mensen ouder worden, zie je aan de onderkant dat er minder mensen zijn om de arbeidsmarkt te vullen. En aan de andere kant, door toenemende zorgvraag, meer arbeidskrachten nodig zijn. En dat is één. En aan de andere kant zie je dat de mensen die in onze provincie opgeleid zijn, niet op zijn geleid voor de vakken die we eigenlijk nodig hebben. Dus er is een ontzettend grote mismatch tussen wat men kan en wat we vragen. Tegelijkertijd zien we in dit gebied ook de economische recessie hard toeslaan. En hard toeslaan ook juist met de MKB-structuur die wij hebben in dit gebied. De grote vraag die je nu aandient is: zal er een dip komen economisch zo sterk dat alle effecten die wij verwachten van de demografische ontwikkelingen, de problemen die we daarmee hebben in deze gebieden, al op voorhand door deze economische recessie op ons afkomen? Een dubbele dip spreek ik dan wel eens over. De reserves van de arbeidsmarkt die zijn niet geschikt om de banen in te nemen die wij nodig hebben. Want daar hebben we juist een groot probleem met technisch geschoolde mensen. En in het bijzonder in de komende, zeg maar, 10 jaar, waarin heel veel mensen met pensioen zullen gaan uit de bedrijven. En dan zal er vervanging voor moeten zijn, maar dat zijn dan wel mensen met een behoorlijke technische opleiding, zodat ze dus in die bedrijven hun rol in kunnen nemen. Daar ontbreekt het aan en dat is ook een van de redenen dat we het Seaports Experience Center opgestart hebben. Seaports Experience Center is gemaakt om jonge mensen vanaf een jaar of 10, 11 tot en met 25 te laten zien wat de kansen zijn in de technische sectoren. En om breed mensen de techniek te laten ervaren en te promoten. Dus op allerlei vlakken proberen wij, onder andere door de beta mentality aanpak, jongere kinderen te laten zien dat techniek leuk is en dat ze waarschijnlijk een baan kunnen vinden in de technologie sector. Dat proberen we hier met die kinderen op de achtergrond ook gewoon te laten ervaren met games en met televisies. Ik denk dat met dit soort initiatieven kinderen wat meer interesse zullen krijgen voor technische beroepen. En ja, dat zal dan kinderen hier ook misschien de mogelijkheid geven om in deze omgeving te blijven wonen. Seaports experience in Groningen was a very interesting thing to see, seeing all of the industry come together along with the education providers and the local government, and shows how you can make technical careers seem interesting, make them relevant for young people.
dit gebied vergrijst, zoals dat heet, met waar oude jonge mensen trekken weg. En tegelijkertijd is het zo dat hier de werkgelegenheid toeneemt, omdat de economie goed gaat. Zeeland hoort bij de 3 regio's in Europa die de laagste werkloosheid hebben. En dat onderscheidt ons ook een beetje van andere gebieden in Nederland. Daar hebben ze ook wegtrekkende jongeren, terwijl daar de werkloosheid ook hoog is. Maar bij ons gaan jongeren weg om elders kansen te pakken of studies te doen. We werken met ongeveer ruim 3000 mensen. Op dit moment hebben we nog geen problemen op de arbeidsmarkt. Zeker niet voor de lager opgeleide functies. In de hogere functies begint het wel krapper te worden. We hebben 9 moeilijk in te vullen gespecialiseerde vacatures. Dokters wordt in de toekomst ook een probleem. En ik verwacht, naarmate de gezondheidszorg meer behoefte krijgt in de regio door de vergrijzing, dat we toch ook op andere onderdelen problemen gaan krijgen. Daar zullen we denk ik wel heel goed moeten nadenken hoe we dat vervuld krijgen. En we denken dat we dat door interne opleidingen zullen moeten doen, dat het anders niet in orde komt. Healthcare and the demographic aging and the interaction between the different layers there in care, healthcare, social care, long-term care is a very complex situation. And you know, it's about 8 to 10 percent of the national GNP. So it's a lot of money there. Know that not only within DAO we are facing a demographic change from a more aging population. When we look at the technology environment, we also in the future have continuously a demand of a good educated technical employees running our facilities. And for running such a factory, it can take up to 8 years until you basically reach the level that you are fully educated to do this job, and even then it does not stop, because also technology innovation is not stopping, so then the lifelong learning concept comes into it. And we have quite a mix out of some classroom training, some trainings which you do more via online training programs, and of course don't underestimate the training which we facilitate from the more mature experienced workforce, who basically help the younger ones to step into their shoes. We veel meer gaan inzetten op het leren in het werk te versterken. En dan heb ik het niet alleen over het leren van ouderen naar de jongere generaties, maar ook dat jongeren ouderen ondersteunen. Dus dan zie je de werkplek eigenlijk als een plaats waar mensen continu kunnen leren. What we see is that education is mostly front-loaded. And what I mean by that is it happens when you're young. And then you sort of use that education up through your career. What we need to do is emphasize much more the lifelong learning, so that if an older worker finds that the industry they're in is in decline, they've got requisite skills that will help them to find a job elsewhere. De belangrijkste ontwikkeling is natuurlijk de krimp van de arbeidsmarkt die we hier nu zien. Wel heel belangrijk om te zien dat er een groot verschil is tussen het noorden en het midden van Limburg, waar het eigenlijk reuze meevalt, en hier het zuiden van Limburg. De grootste krimp doet zich hier in het zuiden van Limburg voor. De Randstad is natuurlijk binnen Nederland eigenlijk de grootste arbeidsmarkt. En zeker voor hoger opgeleiden maakt het erg aantrekkelijk om daar naartoe te gaan. Een van de problemen waar we hier in Limburg natuurlijk mee zitten, is dat we een Nederlandse arbeidsmarkt hebben die grenst aan een Nederlands sprekende Belgische, een Frans sprekende Belgische en een Duitse arbeidsmarkt. En de kunst is eigenlijk om daar die hele EU-regio sterk te maken als één arbeidsmarkt. Dan zie je dat wij eigenlijk nauwelijks onderdoen voor de Randstad in termen van bevolking en ook aan werkgelegenheid. Maar dat is zeker nog niet bereikt. En dat maakt het dat mensen denken ja, in de Randstad toch makkelijker werk te kunnen vinden. Wat je ziet in Limburg is dat na de mijnsluitingen, hè, waar in één klap 75.000 banen verdwenen, ja, met name in dat gebied dat nog steeds nadendert. Daar zie je de hoogste werkloosheid in Limburg. Dat zit vaak rond de 10% en bij jongeren nog iets hoger.
Gemiddeld in Limburg zitten we op 8-7%. Daarmee hebben we iets boven het Nederlands gemiddelde. Je hebt te maken met heel veel zelfstandige factoren. Het onderwijs met zijn eigen besturen. De gemeentes die over hun eigen gemeente gaan. Bedrijven die natuurlijk een eigen agenda hebben. Dus de kunst is net om die partijen te binden op het probleem. En vandaar het ook gezamenlijke oplossingen te zoeken. Het gebouw dat heet het CBS. Dat heeft een aantal jaren gefunctioneerd sinds de jaren 80. En sinds een aantal jaren is er een nieuw gebouw voor het CBS gerealiseerd en staat dit gebouw leeg. Het is een aanzienlijk gebouw, bijna 50.000 vierkante meter. Er is lang nagedacht van wat kunnen we hier nu? En dat betekent dat wij veel meer kijken van nou, welke stedelijke functies komen hier, welke kantoren kunnen hier blijven, hoe kunnen we hier met innovatie aan de slag. Sociale projecten lopen hier. De afgelopen half jaar zijn in ieder geval 40 banen hier al ontstaan. En als wij dat doortrekken naar de komende 7 jaar, dan denken we dat op deze plek, in de hele omgeving, in ieder geval weer ongeveer 2000 mensen aan het werk gaan. Waarbij we hopen dat er in ieder geval 700 echt nieuwe banen ontstaan. Dat is natuurlijk wel een van onze, frustraties. We leiden hier mensen op topniveau op. De beste studies vaak, in geneeskunde, in chemie en noem maar op. En vervolgens zie je ze dan toch vertrekken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je net zorgt met die campus dat er bedrijvigheid komt. Dat er bedrijven komen waar die mensen ook hun intellect, hun kennis, hun vaardigheden kwijt kunnen. Gemelot Campus is een unieke plek voor global leading companies, start-up bedrijven, midden- en kleinbedrijven, maar ook kennisinstituten. En wat wij doen als Gemelot is de samenwerking tussen de bedrijven en die kennisinstituten maximaal stimuleren, zodat er synergie ontstaat en dat bedrijven sneller kunnen groeien dan elders in de wereld. Ze zijn vierdejaars Hogeschool Zuid of van de universiteit, maakt niet uit. Wat zij vooral willen doen is hun stage hier lopen. Dus ze doen het als stage en ze willen graag een probleem oplossen die maatschappelijk van nut heeft, dus vooral voor midden- en kleinbedrijven. En dan komen ze hier om die probleem voor hen op te lossen. Dus een stof te maken, een stof te verbeteren of et cetera. Dus die studenten komen wel met een instelling van we willen echt iets betekenen. Super. Ja, dus, je hebt heel veel mogelijkheden. Je hebt de kans om met nieuwe apparatuur te werken. En wat ook al heel fijn is, dat je ook een beetje met de tijd mee kunt gaan. Want zelf op school hebben we redelijk oude apparatuur. Dus dan kun je ook een beetje kijken wat er nog meer is. En de mogelijkheden hier zijn gewoon veel groter dan wat we op school hebben. Ja, je maakt ook kennis met het bedrijfsleven. Ja, dus je weet gewoon van, hier kom ik later terecht, hier kan ik terechtkomen. En dat is voor mij best positief. Technical innovation is just one part of a holistic climate that you need for creating innovation. What you need is the spirit of people to make use of innovation. Ik voorspel dat als wij als Gemelot succesvol zijn zoals we zijn en in staat zijn versnelling en boost in die ontwikkeling te geven, dat wij straks geen krimpregio meer zijn, maar weer een groeiregio. Dus het is en-en, zorgen voor goede opleidingen, maar ook zorgen dat die economie sterk is, waardoor je die mensen ook bindt. Want daar heeft u wel een punt, als je niet die economie op orde hebt, als de mensen geen baan kunnen vinden, dan gaan ze, zoals al verstandige mensen doen, hun geluk elders beproeven. De dynamiek is altijd, al vanaf 1500-1600, in Nederland komen nieuwe mensen binnen. En Nederlanders gaan zelf vaak weer op pad naar andere gebieden. Dus ik vind dat de arbeidsmarkt en de demografie ook vaak te statisch wordt gezien. Het is een dynamisch geheel. Mensen trekken vaak daar naartoe waar werk is. Wat heel erg belangrijk is, krijgen we de omslag naar de biobased economy in de komende 10, 20 jaar. En daar hebben we juist een ontzettend goede mogelijkheden voor in verband met die energieindustrie die er is. Een enorme concentratie van windmolens die er gaat komen, waar ook heel veel mensen voor nodig zullen zijn om die te onderhouden. Ik denk wat je zou moeten proberen om in de toekomst alles veel meer geleidelijk te doen. Heel veel van de krimpgebieden zie je dat er ineens heel veel industrie was. En toen de industrie niet meer kon, er ineens weer iets anders moest komen. En ik denk dat voor alle gebieden geldt, hoe meer multifunctionaliteit, hoe meer verschillende dingen, hoe meer kans je ook hebt dat er een stevigheid, een stevige economie blijft ontstaan. De groep mensen tussen de 55 en de
70 jaar. Hè, daar zit een enorm potentieel in, zowel op de arbeidsmarkt nog. Maar ook als ze niet meer op de arbeidsmarkt actief zouden zijn, dan is dat een enorm sociaal kapitaal. En ik denk dat we nog maar aan het begin staan van die vorm van ook mensen die na hun pensionering nog maatschappelijk actief zijn. Besteed geld en middelen aan het op- en bijscholen van de mensen die er zijn. Houd vakmanschap actueel, dat maakt het voor iedereen interessant. En dan los je het probleem van de krimp voor een heel groot gedeelte op. Tegelijkertijd betekent het als nationale overheid dat je oog moet hebben voor dat soort processen. Dus je moet ook oog hebben voor maatregelen, generieke maatregelen, die in krimpgebieden wel eens extra slecht kunnen uitpakken. We talked about shrinkage this week, we talked about labor market issues this week. But you can never see these two policy areas apart, separate from other issues like mobility, transport, youth policy even, training, education. The most important actor, I think, is the company and the private sector, because no changes will be done if the companies are not involved and doing the solutions. However, I think that the companies needs, of course, to have a vision from somebody, and I think there is the policy coming in. There should be a vision, there should be an agenda, it's a long-term plan. Aging of the population is going to be much more prominent than it is now. In fact, firms and organizations and education institutions will have adjusted already to the aging of the population, and the interaction between young people and older people is going to be different, because the intergenerational communication is going to change when the balance changes as well. So that will impact also the way that the development is going to keep going, but development is well set already.